Van de levenslust en de gretigheid en de passie en de seks en de ambities. Nou, dat zit allemaal in deze muziek. Ik was dus een hele leuke puber. Ik werd ook aangewezen door mensen met moeilijke pubers. Kijk dan naar Renata. Zo kan het ook. Ik was een zo kan het ook puber. Een open geloofsgemeenschap en samen met mijn vader waren we bezig om op ludieke wijze steeds meer te leren wandelen in het licht van de levende Heer. En dat is heel veel belangrijker dan dat wij toevallig ook zijn kinderen waren, want wat is dat, je kind? We hebben geen eens een geheim. Het is een geheimenis. Het is heel wat anders.